Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie is op 3 juli begonnen met het asfalteren van een deel van de nu weer gevonden weg. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Caremco Holding en de directievoering is in handen van bureau Cité. Het gaat hierbij om de wegstrekking tussen de Amersingsteeg en de Hiraweg, die 500 meter lang en 9 meter breed is. De eerste asfaltlaag is op 10 juli aangebracht. Als de werkzaamheden vlot verlopen, zal de asfaltering medio juli zijn afgerond.